Mano, você tem que ouvir. In the Triple X, official from the AT, the X Factory. En dan gaan we zo meteen doen. En als we gaan starten, dan zet ik hem weer aan. Dat is toch zo. Nou, ik denk dat we... Ja, we gaan starten. Oh, daar gaan we. Oh, ja hoor. Leuk dingetje om te doen. Hij heet de X Factory. Het is niet de echte X Factory zoals de meesten nu al denken. Oh, maar wel leuk. Vorige keer had ik niet gefilmd omdat ik dacht dat het risicovol was, maar ik dacht... Ja, nu ik ook de ding had gedaan, weet het. De rups. Ik dacht van deze ga ik ook doen. Ik vind ze hartstikke leuk hè, die attracties. Mooie wipjes. Ja, je ziet ook gewoon ze echt in zitten. En het is echt leuk jongens. Zo heet hij. Heel slecht gemaakt. Dus nee, maar hij is wel mooi. Hij is wel goed hoor. Hij is niet slecht gemaakt. Dus, maar hij is gewoon goed. Maar die naam is wel echt gejat. Kijk jongens, gaan we ondertussen even een stukje van de booster filmen. Dan ga ik zo meteen daar echt even voor staan. Van tot het eind even filmen van die attractie. Kijk jongens, dit is de booster. Niet normaal. Kijk hoe snel. Zo, die rijden filmen en rijden.
jaar gaan nog verder. Of niet? Ik vind dat deze heb ik al een paar keer gedaan natuurlijk. Dat heb ik nog maar één keer gedaan en nu even met filmen. Ja, dat was hem toch wel, jongens. Oh nee. Kijk, dat bedoel ik. Hij fokt ons altijd. Dan denk je dat hij gaat stoppen, maar gaat hij toch nog verder. Dat is hartstikke leuk. Oh, toch nog. Kijk, hier gaan we nog een keer wippen. Hopla. Oh, nou, weer topsnelheid. Hopsa. Ah, leuk ding. Maar nee. Nou, de boost nog te filmen. Heel mooi van begin tot eind. Dan ga ik ook niet praten of zo. Dan moet jullie gewoon echt even genieten. Hey jongens, de booster is wel echt... Jij hebt natuurlijk ook de boosterbox. Haha, nee, is helemaal niet grappig. Oké jongens, jullie zien nou dat de booster even niet aan het draaien is. Maar je vond de X-Factory een mooi ding. Kijk, gewoon gezegd een mooi ding. Het mag wel lekker lang, dus dat is wel een voordeel van dit ding. Trouwens niet de X-Factory, maar de X-Factor. Oh, dus die naam is niet zo, anders is gewoon perfect aan die attractie. Dat ding, daar zat ik net in. Ja, komt dat ook. Jongens, ik zei van begin tot eind, maar ik ga nu mijn mond houden. De booster is nog maar net gestart. Hier heb je hem. Oh, kijk eens hoe hard die gaat, jongen, die booster. Bijna de hele klas met iemand ga ik dan mee naar de kermis. Zal ik dan in dit ding moeten? In de booster? Niet de booster max, maar de gewone booster. Zal ik erin moeten? Is het een aanradertje? Laat het achter in de reacties, want ik vind het toch wel vet. Maar ik weet niet zeker of ik het moet gaan doen. Ik ga nu mijn mond houden. Dus dan gaat hij echt full speed, dat is niet normaal. Oh yo, mensen, kijk eens hoe snel dit ding gaat. Oh yeah.
camera. Kijk, zo ziet zo'n karretje eruit. En het karretje dat draait zeg maar gewoon eigenlijk mee, hè? Ja, dan komen die meiden. Ja, jullie komen op YouTube, inderdaad. Hoogte zeg, allemachtig. Daar wil je toch niet in, jongens? Ja, misschien wel, hè? Misschien wel, ik weet het niet. Ik ga even een stukje achteruit, kun je beter filmen? Kan ik het beter filmen? Een beetje goed Nederlands. Goed, jongens, dit is de booster, jongens. Kijk, jongens, dit is de booster van een afstandje. Kunnen jullie hem helemaal zien? Zo hoog is die, jongens. Nu kunnen jullie pas helemaal zien, jongens. Zo snel gaat dat ding. Oh yeah. Kijk hoe groot dat ding is. En die meisjes zijn gewoon zo. Snel wat ding gaan. Booster, echt. Wat een machine, jongens. Wat een machine. Ja, voor de rest, ik ga niet meer in attracties filmen en zo. Want ik ga zo meteen een lekker suikerspinnetje eten. Hartstikke lekker. Dat was hem. Kijk, en dan komt heel mooi die trap naar voren. Dat vind ik best wel gaaf. Kijk, hoppa. Makkelijk. En dan komen ze uit de beugels. En dat was het dan. Dat was één ritje van de booster. Jongens en meisjes, dat was één ritje van de booster. Super vet. Echt. Booster. Wat een mooi ding. Nou, ik wacht even op mijn suikerspin. Dan ga ik het nog even lekker laten zien. En dan... ja, dan was dit alweer eigenlijk kermis. Twee delen zijn het uiteindelijk geworden. Ik zie mama al aanlopen met een suikerspin. Dus ik ga ook even lekker opsminkelen hier. En dan zou ik zeggen, doei. En dan zou ik zeggen, tot zo bij de suikerspin. Met de suikerspin, ja. Wow. Nou jongens, ik heb een suikerspin. En ik kan hem niet, naar huis, niet zo goed in beeld krijgen. Ik ga mijn eerste hap even nemen. Rustig. Lekker. We gaan het niet over. Nou, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Kan je me even vasthouden?